Pieter Brakenboer, Paco Boy. En gaat het proberen. Hij gaat het waarschijnlijk halen. Paco Boy. En dan komt er een aan de binnenzijde naar voren. Terug komt Ballantyne V. Paco Boy, Ballantyne V. Avenir Semenesstraat. Op de tweede plaats hebben we dan de 10 Svetlana Miliore. Castrotatoren. En die gaat die Anneke en Piet Meesterprijs winnen. Met gemak. Castrotatoren is de winnaar. Op de tweede plaats is het dan die Coraal. 11-9. De laatste 500 meter. Hasta la vista wint. Er komt nog een aanval van Feline Boko op Reggio. Maar Bakker zit alsof hij thuis voor de televisie zit. Even lekker Netflixen. Achter Reggio. Reggio wint. Fantastisch verhaal, zeg. 7 jaar, debuut en winnen. Illegal Heyday en Vince Kijk. En hoe magisch verhaal. Tweede is Lakota Twixter, weer tweede. Derde de 9 Montevideo V. Bolkenfeest komt in het derde spoor. Uitgeschakeld er maar één galop, één uitgeschakeld. De galopade die leidt tot uitschakeling en zo komen ze dan in de rechte lijn voor de tribune. Uitgeschakeld er maar 6 galop, 6 uitgeschakeld.